bent hier nu in Istanbul, in de kleedkamer van Kasımpaşa, waar ik nu speel. Dit is mijn plek. We hadden gisteren een wedstrijd, 3-0 verloren van Galatasaray. Vandaag is de rustdag. Morgen hebben we herstel. Zoals je ziet, het is leeg. Niemand is op de club. Ik heb nog een bal kunnen regelen voor jou. Mijn situatie hier is goed eigenlijk. Alleen ik speel wat minder. Dat is kloten. Maar ik heb vertrouwen in mezelf en ik denk dat ik hier wel ga slagen. Ik kom wel goed hier. We hebben nagenoeg een nieuw stadion. Deze was er een L-vorm. En nu hebben ze nog een L-vorm aangeplakt. Dus de stadion is nu helemaal dicht. Alleen het is nog niet af, zoals je ziet. Het is zondag 1:15 en er zijn weer mensen aan het werk. Dat is Turkije. Als het goed is het over een week of drie af. Dan kunnen mensen ook aan de nieuwe tribune zitten. Ja, het is eigenlijk een hele speciale stadion, denk ik. Zoals je ziet, zie daar een boom en daar hebben ze gewoon omheen doorgebouwd. Dus, nou, het is eigenlijk net als Adelaars of gewoon in een woonwijk. We zijn nu 31 hoog in het appartement van mijn teamgenoot, RC Martin. Ik ben nu bijna 2 maanden eigenlijk samen met hem, elke dag. En zoals je ziet, het uitzicht is niet mis. Kasımpaşa. Het is niet heel erg groot. Het is meer een buurt, zeg maar. Ja, zoals je ziet, het is niet echt super modern, nieuw, maar het heeft wel wat. Er is die plek waar je zo kan. Als ze gratis kijken.